Goedemorgen en welkom op dit webinar van Christiaans en Microsoft. Vandaag zullen we het hebben over veilig samenwerken met Microsoft 365. Mijn naam is Yuri Rossiel. Ik ben marketingmanager bij Christiaans en ik zal deze webinar in goede banen proberen te leiden. Straks geef ik het woord aan Patrick Vianen. Hij is Modern Workplace en Security Lead bij Microsoft en zal jullie 10 tips geven om jezelf beter te beveiligen. Na Patrick is Wouter Victor aan het woord. Hij is Cloud Engineer bij Christiaans en dus verantwoordelijk voor de Modern Workplace. Wouter zal in een security demo praktische toepassingen tonen die je direct kan gaan gebruiken. Als er vragen zouden zijn, zet ze gerust in de Q&A-sectie van Teams. Op het einde worden ze behandeld. En heb je na het webinar nog vragen over Microsoft 365? Stuur dan een mailtje naar modernworkplace@christiaans.net. De sessie wordt uiteraard opgenomen en zal naar jullie verstuurd worden. Dan geef ik nu het woord aan Patrick. Dankjewel. Bedankt voor deze introductie. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is dus Patrick Vianen en ik ben inderdaad vanuit product marketing verantwoordelijk voor Modern Workplace oplossingen en security en dus specifiek Microsoft 365. En ik wil inderdaad jullie vandaag 10 tips geven om veiliger, meer efficiënt en goedkoper te kunnen werken met vooral een nadruk op veiliger. En laat mij starten met iets dat niet op slide staat, dat ik ook helemaal niet had voorbereid. Maar als er onder jullie mensen zijn die nog een Exchange server hebben draaien bij jullie intern, dus lokaal on-premise een Exchange server hebben draaien, oude versie of recente versie, raad ik u absoluut en zeer urgent aan om even te gaan googlen of bingen naar de laatste security update daar rond. Want er is een toch wel best gevaarlijke security breach in de natuur aanwezig, komende vanuit China. En we raden echt alle gebruikers van Exchange aan om hun servers te patchen naar die allerlaatste versie. Diegenen onder jullie die al lang slim zijn geweest en Office 365, Microsoft 365 gebruiken voor uw e-mail, hebben helemaal niks te doen, want daar zorgen wij natuurlijk zelf voor in onze datacenters. En dit is geen goedkope pitch om Office 365 te promoten. Dit is bloedige ernst. Ik ben nogal luchtig in mijn presentaties meestal, maar dit is toch wel echt ernstig. Bon, terug naar het onderwerp van de dag, die 10 tips. 10 tips om veiliger, meer efficiënt en goedkoper te werken. En ik denk dat sommigen van jullie de wenkbrauwen hebben gefrenst. Oei, oei, als Microsoft begint over goedkoper, pas dan maar op, want dat draait dan meestal toch anders uit. Wel, er zitten effectief 3 tips in die inderdaad gaan over goedkoper werken ook. 10 tips, we gaan ze even heel snel overlopen en dan er dieper op ingaan. Om te beginnen, stoppen met Windows 7 te gebruiken. We gaan iets vertellen over paswoorden en two-factor authentication. We gaan spreken over het management van toestellen, ook als ze niet uw eigendom, maar het eigendom van de werknemers zijn. We gaan het hebben over een modern e-mailplatform, over OneDrive en het delen van documenten, ook met uzelf. We gaan het een beetje soft misschien hebben over wat ik al eens noem Modern Workplace for Modern People. Een meer visionaire of persoonsgebonden kijk op het geven van een goede omgeving aan de mensen en misschien zeker ook in tijden van toch veelvuldig thuiswerken. We gaan het hebben over goedkoper werken dankzij het besparen op uw anti-malware product. Het kiezen voor de juiste abonnement om de juiste mensen daarmee uit te rusten. En inderdaad, de partner die u gekozen hebt, Christiaans, om die ook hun ding te laten doen. En al die 9 tips die komen samen in de switch van Office 365 naar Microsoft 365. Dat is mijn enige commerciële verhaaltje dat ik me durf permitteren in deze 10 tips. Dus als ik heel eerlijk ben, is het eigenlijk 9 plus 1 om veiliger, efficiënter en goedkoper te gaan werken. Ik ga beginnen met Windows 7. En ik heb eigenlijk, toen ik deze presentatie voorbereidde, een aantal weken geleden, gedacht van, goh, moet ik dat er nog insteken? Mensen hebben dan nu toch echt wel begrepen dat Windows 7 niet meer veilig is en echt wel het grootste security risico is dat je kunt nemen. Dus ik dacht van, goh, misschien kan ik het eruit laten. En dan dacht ik terug aan de dagen rond kerstmis, waar ik samen met u op het nieuws keek naar camions die in Engeland
in de file stonden met het oog op de nakende Brexit. En dan zagen we daar een West-Vlaamse groente- en fruittransporteur die in het journaal zijn beklag deed over twee vrachtwagens die vaststonden op een of andere Engelse snelweg. En hij werd daarvoor geïnterviewd door de VRT in zijn kantoor met op de achtergrond een aantal werknemers die naastig aan het werken waren op hun pc. En wat zagen we op die pc? Windows 7 draaien. En ik dacht bij mezelf, man, u doet hier uw beklag over twee vrachtwagens die in de file staan. Als je niet oppast met uw Windows 7, dan staan binnenkort al uw vrachtwagens stil, omdat je geen enkel een bon kunt uitprinten, omdat je gehackt bent, omdat je nog Windows 7 gebruikt. Dus tot mijn spijt moet ik inderdaad op deze nagel blijven kloppen. Windows 7 is echt wel ongelooflijk gevaarlijk geworden. Daar zijn geen updates niet meer voor. En dus vroeg of laat gaat er echt een hacker zijn weg vinden in uw Windows 7 omgeving. Om een idee te geven, Windows 7 is geboren in juli 2009. We zijn vandaag 2021. 2009, waar was u toen? Om een idee te geven, Robbie Robson, de grootste Engelse voetbaltrainer aller tijden, stierf in dat jaar. Contador die won de Tour en moest achteraf toegeven dat een 000 smeerlapperijen had gebruikt. De Opel Insignia was de auto van het jaar en dat was onze eerste minister. En als u een smartphone in uw broekzak had, dan zag die er zo uit. Heeft er nog iemand een smartphone die er zo uitziet vandaag? U moet niet antwoorden, maar ik denk dat het antwoord nee is. Wel, waarom gebruikt u dan nog Windows 7? Want dat is nu echt wel verdorie heel oud. En ik kan dit nu op deze manier een beetje lacherig aanbrengen. Maar als u op dit moment, en ik weet het, de meeste van jullie hebben Windows 10 als standaard in de organisatie. Maar die maar ene Windows 7 PC in uw organisatie is nog nodig. U weet wel, die ene PC die daar in een hoek staat te draaien, die eigenlijk niet veel mensen niet meer gebruiken, maar die ene PC met Windows 7 kan dat ene achterpoortje zijn waarmee men binnengeraakt in uw organisatie. Dus smijt dat toestel buiten. Een heel categorieke oproep, maar het is nu echt wel 11:55, om niet te zeggen, het is al bijna 1 uur, om nog Windows 7 te gaan gebruiken. Tweede tip om veiliger te gaan werken is inderdaad eens goed na te denken over paswoorden. De meest gebruikte paswoorden, u ziet ze daar rechts in een kolom. En wat u ziet is dat dat eigenlijk allemaal paswoorden zijn die ofwel gewoon logische toetsencombinaties zijn, ofwel woorden die gewoon in het woordenboek staan. En zelfs onze vriend Donald Trump werd eind vorig jaar gehackt omdat zijn paswoord van een van de servers die zijn organisatie gebruikte was MAGA 2020, voor wie het niet weet, MAGA Make America Great Again. Make America Great Again. Dus paswoorden moet je niet meer kiezen vanuit een ik ga een keer iets moeilijk pakken of ik ga iets kiezen dat men toch nooit zal kunnen raden. Vergeet het, men gaat het toch raden. Men laat gewoon in een ander softwarepakket op uw paswoord los dat een paar miljoen pogingen per minuut kan doen en vroeg of laat gaat men het vinden. U moet iets meer gaan doen dan een fatsoenlijk paswoord. U moet two-factor authentication gaan toepassen. Ik heb het zelfs bij mijn dochters hun Facebook en hun Instagram geïmplementeerd. Zelfs die dingen laten dat tegenwoordig toe. Dus voor uw belangrijke zaken gebruik two-factor authentication. En als het dan toch met een paswoord moet, gebruik dan een paswoordmanager, zodat u echt een onmogelijk paswoord van toetsen, van karakters en rare tekens kan gebruiken om als paswoord in te stellen. Maar nog beter of nog makkelijker dan two-factor authentication, gebruik iets biometrisch. Gebruik Windows Hello, u weet wel die camera die uw gezicht herkent of die uw vingerafdruk herkent. Dat is dat mooie dingetje dat u misschien in Windows 7 ziet. Dat zit standaard in Surface PC's, maar voor u mij beschuldigt van het willen verkopen van Surface toestellen van Microsoft, heel veel HP en Lenovo toestellen hebben ook Windows Hello. Er bestaan externe camera's van Logitech die gezichtsherkenning toelaten. Als dat allemaal niet kan, fijn, dan vallen we terug op two-factor authentication, waar mensen een berichtje krijgen op hun smartphone, dat ze moeten authenticeren, dat ze op hun smartphone hun vingerafdruk of een pincode ingeven. Als dan toch hun paswoord op een bepaald moment geraden wordt, of beter nog, of meer waarschijnlijk nog, ze worden slachtoffer van een phishing-attack. Ze krijgen een e-mail, ze denken dat het een legitieme e-mail is, ze geven hun paswoord in, maar er zit een hacker achter, dus die heeft op dat moment het paswoord. Wel, hij is met dat paswoord niks, als hij niet de two-factor authentication kan doen, en die kan het niet, want hij heeft de smartphone van de gebruiker.
Echt waar, two-factor authentication, absoluut relevant. En zeker voor de administrators in uw organisatie. Ik zeg ook aan partners als Christian, die vaak voor hun klanten de administratie doen van de Office 365-omgeving. Ik hoop dat ook jullie two-factor authentication gebruiken wanneer dat je aanlogt aan de omgevingen van uw klanten. En ze hebben mij bevestigd dat ze dat wel degelijk doen. 3. Beheer de toestellen van uw werknemers die zij meebrengen naar kantoor om daarop te werken. Het is fantastisch dat een werknemer zegt van baas, ik breng mijn eigen smartphone mee en ik kan daarop op alle mogelijke uren van dag en nacht e-mail opvolgen. Dat is geweldig dat die werknemer zo gemotiveerd is om dat te doen. Maar u moet dan ook dat toestel gaan managen. U wil op zijn minst ervoor zorgen dat dat toestel een pincode bevat. Als die smartphone of die tablet kwijt is, dat niet de eerste beste vinder gewoon aan de e-mail en andere dingen kan. Wanneer de werknemer de organisatie verlaat, wil u kunnen de data die eventueel heeft bewaard op dat toestel, wil u die kunnen verwijderen. U wil niet de privéfoto's van die werknemer, daar wil u niet aankomen. Maar als die werknemer bij u in dienst was en een Excel-bestand, een Word-document, lokaal op het toestel heeft bewaard, dan wil je dat kunnen vermijden. Pardon, dan wil je dat kunnen verwijderen wanneer de persoon je organisatie verlaat. Zeker als die persoon misschien in niet beste verstandhouding de organisatie verlaat, bent u blij dat u zijn toestel, zijn of haar toestel, ook managed en dat u dus kan actie ondernemen wanneer die de organisatie verlaat. Welke oplossing dat je daarvoor nodig hebt, dat is Intune. Dat zit in vele Microsoft 365 abonnementen. Maar daar kom ik dus in mijn 10e tip op terug. 4e tip om goed te gaan werken is moderne e-mail gebruiken. Met een fatsoenlijke storage en een fatsoenlijke maximum file size. Hè. Dus het attachment moet voldoende groot kunnen zijn. En ik heb hier twee insteken in. 1. Technologie evolueert. Een bestandje van 2, 3, 4, 5 megabyte, dat is niks meer tegenwoordig. Maar ook vanuit een andere kant bekeken, diegenen onder jullie die regelmatig jonge mensen aanwerven, die eventueel vers van school komen, die hebben op school gewerkt met Office 365 of met Gmail, God beter. Maar ze zijn in ieder geval gewoon aan een modern e-mailplatform. En dan komen ze bij hun eerste werkgever toe, waar dat ze een mailboxje krijgen van nog garme een halve gigabyte en waar de maximum file size 1 megabyte is. Ik maak er een beetje een karikatuur van, maar ook vanuit een employee attraction, employee retention, wil u aan uw mensen een modern werkbaar omgeving geven. Die inderdaad gesynchroniseerd is. En het lijkt evident voor mij, maar ik besef dat in de praktijk we nog altijd mensen hebben die hun e-mail kunnen lezen en op hun pc en op hun smartphone, maar wanneer ze de e-mail verwijderd hebben op de smartphone en ze gaan naar hun pc, dan staat die e-mail daar nog altijd tussen, want er is geen synchronisatie tussen de twee toestellen. En waarmee dat we inderdaad niet alleen e-mail gaan doen, maar ook contacten en agenda. En dus zelfs als u niet voor een volledige Office 365 omgeving gaat, maar u gaat om een of andere reden enkel kiezen of u geeft aan enkele werknemers enkel een mailbox, enkel Exchange, dan heeft die persoon in ieder geval een agenda. En dan kunnen we beginnen samenwerken. Als dat op een modern platform zit in Office 365, dan kan de receptioniste de agenda consulteren van bijvoorbeeld de mensen, technieker die de baan op zijn en een afspraak inboeken voor een klant die een urgente herstelling heeft te doen. Dus door het eenvoudige e-mailplatform hebben we al een eerste vorm van samenwerking tussen mensen, ook in bijvoorbeeld op de agenda. Met ook in dat e-mailplatform, dat doen wij dan voor u, een fatsoenlijke antivirus en een begin van anti-phishing, maar ik ga daar zelfs nog op terugkomen. Voor elke soort werknemer. Werknemers, ook degenen die geen, wat wij al eens eenvoudig knowledge workers noemen, zeg maar mensen die achter een bureau zitten en met een pc werken, maar ook de receptionisten, ook de mensen in de field, ook de mensen in het magazijn, ook de verpleegsters als u verantwoordelijk bent voor een ziekenhuis, ook de piloten en hostessen bij Brussels Airlines, ook die mensen die traditioneel niet achter de pc zitten, die willen kunnen samenwerken, die willen kunnen communiceren, die willen kunnen naar de personeelsdienst kunnen een mailtje sturen, die willen kunnen hun vakantie aanvragen.
via e-mail en dat niet moeten doen op een blad papier dat dan moet getekend worden en dat dan verloren gaat enzovoort. Ook die mensen die wij first line workers noemen, die moeten ook kunnen een minimum aan technologie hebben om te kunnen communiceren met hun werkgever. Zeker als ze ook thuis zitten in tijden van vandaag en zo weinig mogelijk op kantoor komen. En ook dat e-mailplatform moet natuurlijk een fatsoenlijke identiteit, paswoord en beveiliging hebben, zodat de juiste mensen enkel aan de juiste informatie kunnen. Een vijfde type, u ziet het gaat vooruit, een vijfde type om efficiënt te werken is OneDrive. OneDrive zit standaard in Windows 10, dus zelfs als u geen Office 365 van welke soort dan ook heeft, heeft u al een beperkte OneDrive dankzij het feit dat u Windows 10 heeft. Maar in de meeste Office 365 zit OneDrive in. Wat is dat? Dat is 1 terabyte, dat is ruim voldoende cloud storage. Storage in de cloud die wij beheren, backuppen enzovoort. En die werkt op die PC, op Mac, op iOS en op Android. Dus ik kan een document dat ik op mijn PC gemaakt heb, een Excel-document, kan ik op mijn toestel ook bekijken. Ik ga geen grote Excel-bewerkingen doen op mijn smartphone. Ik ga geen boeken schrijven op mijn tablet. Maar ik kan tenminste een Word, een Excel, een PowerPoint-document consulteren. Misschien een datapunt invullen op mijn mobiel device. Met natuurlijk een kopie op de lokale harde schijf. Voor die momenten, wanneer ik geen wifi zou hebben, kan ik toch werken op de documenten die ik wil. En dankzij het feit dat dat op die shared storage in onze datacenter zit, kunnen we synchronisatie doen tussen al die verschillende toestellingen, maar ook versioning. Ik deel dan een document, of ik heb het niet gedeeld, ik ben zelf degene die vandaag aan het klooien ben in een Word-document en ik realiseer mij op een moment, verdorie, ik ben hier eigenlijk wijzigingen aan het doen in dat document en ik zou eigenlijk terug de versie moeten hebben van gisteren voor die wijzigingen, of wanneer ik een document gedeeld heb, dus een van de mensen met wie ik het gedeeld heb, heeft in het document zitten klooien en ik zeg van verdorie, ik zou eigenlijk terug naar die versie moeten gaan van gisteren, vorige week of vorige maand. Dat kan dus, want we houden op OneDrive verschillende tijdsintervallen bij. Hoeveel tijdsintervallen, dat kan u zelf instellen. Maar dus een toegenomen functionaliteit dankzij versies die we kunnen bijhouden op OneDrive. Wij kunnen ook documenten restoren, de volledige OneDrive of individuele documenten, tot 30 dagen terug. En ik ga dit niet snel als een security feature positioneren, maar eigenlijk is het dat wel een beetje. Voor diegenen onder jullie die ooit slachtoffer zijn geworden van een ransomware attack, een PC werd een stukje ransomware geïnstalleerd, de volledige harde schijf werd geëncrypteerd. Wat gebeurt er? OneDrive doet fantastisch zijn job en die gaat dus die gewijzigde bestanden op de harde schijf synchroniseren naar de cloud en ineens is ook uw OneDrive in de cloud. Proper Windows, geen malware erop. En op dat moment kan u teruggaan naar OneDrive in de browser en zeggen van kijk, restore mijn OneDrive. Niet de versie van vandaag, want die is ook geëncrypteerd. Maar zet mij die versie terug van 1, 2, 3, 4, 5 dagen geleden tot 30 dagen geleden. Namelijk tot het moment van voordat die ransomware in mijn organisatie is binnengekomen. Dus ik ga niet OneDrive snel positioneren als een backup oplossing, want dat is het eigenlijk niet. Maar in de praktijk kan u dankzij die functionaliteit toch teruggaan naar een versie van uw bestanden voordat de malware encryptie is begonnen. En je kan dus inderdaad ook documenten dan gaan delen. Joepie, ze staan centraal op die OneDrive. Ik kan ze gaan delen. Om te beginnen met mezelf. Op andere toestellen, mijn smartphone of tablet. Maar in dit voorbeeld heb ik aan Jury een aantal dagen geleden gezegd van kijk Jury, dit is mijn PowerPoint. Hij krijgt daarbij een link. En ik heb bovenaan ingesteld, u ziet dat hier heb ik ingesteld dat Jury dat document mocht bekijken, dat dat zelf mocht bewerken. Ik had erop kunnen klikken en zeggen van kijk, nee, Jury mag er naar kijken, mag even wel een kopie downloaden, maar mag het niet bewerken. Ik had ook een einddatum op die link kunnen zetten. Die link die blijft maar bijvoorbeeld 5 dagen geldig. Dus op die manier kan ik niet vergeten dat ik nog een document heb openstaan gedeeld met een externe persoon. Dus samenwerken wordt eenvoudiger en we kunnen stoppen met dingen als WeTransfer en Dropbox en andere dingen te gebruiken. Op zich fantastische producten, daar niet van, maar u hebt er weer geen controle meer over. Over deze documenten heeft u controle, over het feit dat die gedeeld zijn, heeft u controle.
Ik ga een beetje de filosofische toer op. Wat zegt een werknemer? Wat zegt een werknemer die u zoekt? We horen toch, zeker ook voor corona, maar ik denk heel snel ook terug na corona, werkgevers klagen dat ze geen werk, dat ze geen werknemers vinden. Dat de werknemers van tegenwoordig toch zo moeilijk gemotiveerd zijn om een overstap te maken of een start te maken bij een organisatie. En ik zeg dan vaak tegen werkgevers, kijk eens in de spiegel. Wat biedt u aan die werknemer? Wat vraagt die werknemer? Die werknemer die zegt, geef mij de tools, de middelen om mijn werkstijl te ondersteunen. En ik denk dat die werkstijl anders is van individu tot individu. We zijn niet allemaal gelijk. Ik denk zelfs dat die voor één en zelfde individu evolueert. Ik denk dat ik zelf, toen ik 25 was, een andere manier van werken had, los van de technologie die toen anders was dan vandaag, maar dat ik op een andere manier tegenover woon-werken stond, tegenover work-life balance stond, dan versus vandaag, ik ben tussen haakjes geen 25 meer. Vandaag ben ik vader van 2 kinderen. Ik werk van thuis uit veel meer dan vroeger. Ik vereis andere dingen van de omgeving die mij gegeven wordt. Die werknemer die wil kunnen samenwerken, die wil kunnen communiceren, die wil toegang hebben tot sites. Niet alleen tot sites waar hij zijn, waar het kind, waar hij door het bos de bomen niet meer ziet, maar hij wil ook de content, de informatie die hij nodig heeft om te werken, makkelijk kunnen kunnen terugvinden. We bieden zelf, ik kan niet beweren dat die werknemer daarnaar vraagt, maar we bieden zelfs onder het label Analytics, bieden we zelf aan die werknemer een spiegel. Vandaag zijn personeelsafdelingen heel erg op zoek naar hoe kunnen we onze mensen die van thuis werken, met wie we eigenlijk een beetje contact krijgen te verliezen, hoe kunnen we die supporteren? Wel, in die Analytics fase geven we aan werknemers, en als die werknemer dat wil ook aan zijn werkgever, inzicht in hoe dat die werknemer wel werkt, wanneer dat die werkt, stuurt die veel e-mails buiten de kantooruren, werkt die goed samen met welke collega's enzovoort. Dat zijn dingen die we terug aanbieden aan de organisatie. De organisatie zegt natuurlijk, ja, maar dat is geweldig werknemer dat jij dat wilt, maar wij willen als organisatie toch wel een beetje controle houden. En die begint met identity and access. Dat is de basis van een fatsoenlijke security strategie. Wie heeft toegang, waar, waarop, wanneer, van op welk toestel enzovoort. De werknemer die wil van altijd kunnen werken. Van op elk toestel en niet onbelangrijk self-service. Het voorbeeld dat ik hier altijd geef is, waarom kan ik als ik bij bol.com of bij Coolblue mijn paswoord vergeten ben, waarom kan ik dan automatisch zelf klikken op I forgot my password en ik krijg een extra e-mailtje waar ik binnen de 30 minuten op moet klikken om mijn paswoord te resetten. En als datzelfde individu na vakantie terugkomt op het werk en zijn paswoord vergeten is, dan moet hij naar de IT-helpdesk bellen, moet hij misschien naar Christiaans bellen, waar hij een ticketje moet loggen, een half uur moet wachten enzovoort. Die functionaliteit van self-service die zit gewoon in Office 365, in Microsoft 365 ingebakken. By the way, die IT-medewerker wordt daar ook niet vrolijk van die paswoordreset te gaan doen. Die wil dingen doen die echt bijdragen tot een efficiëntere organisatie. En dat noemen wij in een beetje een fluffy statement, maar ik denk wel dat het waar is. Werknemers enablen, om een schoon Nederlands woord te gebruiken, werknemers toelaten om dankzij een digitale werkomgeving en moderne clouddiensten op een veilige en moderne manier te kunnen werken met zichzelf, met zijn collega's, met medewerkers buiten de organisatie. We komen naar het stukje besparingen. Eerste besparing, en de mensen van Christiaans horen dat niet altijd graag. Wat ik hier wil zeggen is van stop met te betalen voor die andere antivirusoplossing. Want er zit er een in Windows 10 en die is zeer goed. En als ik heel eerlijk ben, had u 5 jaar geleden aan de vrienden van Christiaans gevraagd, tja, die anti-malware, die Windows Defender, want zo heet het beest, die Windows Defender die in Windows 10 zit, kan ik dat vertrouwen? Is dat wel voldoende? Dan zou Christiaans waarschijnlijk geantwoord hebben, ja, het is misschien voldoende voor uw pc thuis, maar ik zou op uw bedrijfsomgeving toch voor iets anders gaan. En vandaag durf ik eigenlijk zeggen dat die security oplossingen die in Windows 10 zitten, dat die eigenlijk wel goed zijn. Ik zou graag zeggen dat ze beter zijn dan al de rest. Nee, ik ga bescheiden blijven. We zijn zo goed als anderen. En ik durf dat aantonen op basis van 2 verschillende security organisaties, 2 organisaties die op regelmatige basis alle soorten antivirus software testen. En wat zie je daaruit in recente tests van eind 2020? Dat wij hier staan
op een gedeelde, wat is het, 8e en 9e plaats, met eigenlijk maar één puntje verschil met de bovenste, wat is het, de bovenste vier. Dus ik zou graag zeggen dat we de beste zijn. Nee, we staan hier in de top van het peloton, zeg maar. In deze lijst, die by the way alfabetisch is, dus u moet daar niet kijken naar de positie waarin we staan, maar op deze lijst ziet u dat wij op 3 criteria telkens 6-6 scoren. En we zijn niet de enige. Als u de lijst zou afgaan, u gaat nog partijen vinden die 6-6 halen. Wel, wij zijn dus met andere woorden even goed als al die andere bekende security namen. En eigenlijk nodig ik u dus uit om niet meer te betalen voor dat antivirusproduct en dat geld op zak te steken. Nu, maak u geen illusies. Ik heb onmiddellijk een goede andere investering voor u. Maar daar gaan we het zelfs over hebben. Volgende manier om eens mogelijk geld te gaan besparen, is te gaan kijken naar de juiste softwareabonnement. Heeft u inderdaad wel voor al uw werknemers hetzelfde soort abonnement nodig? Want we hebben er een pak. Hè? Dit is maar een kleine keuze, een kleine screenshot van al wat dat we hebben aan verschillende soorten abonnementen. En dus inderdaad moet u nu eens gaan kijken, wil u eigenlijk nog software kopen? Zou u niet beter software gaan huren? Per user, per maand, per gigabyte, er zijn een aantal opties beschikbaar. Wat doet u met freelancers? Wat doet u met die mensen? Een marketing consultant, een boekhouder die niet vast aan uw organisatie verbonden is. Het is vaak geen werknemer, maar iemand met wie u een andere overeenkomst heeft. Maar die vertegenwoordigt wel uw organisatie. Moet die persoon toch niet een naam.voornaam@uwbedrijf.be hebben? Want hij of zij vertegenwoordigt wel uw bedrijf, al was het maar enkele dagen per week. Maar dan wilt u anderzijds, wilt u daar geen volwaardig softwareabonnement voor betalen? Maar je wil een beperkt aantal tools bieden aan die werknemer, maar werknemer tussen aanhalingstekens. Inderdaad, wat doet u met mensen in uw winkelpunt indien u retail doet? Wat doet u met verpleegsters indien u verantwoordelijk bent in een ziekenhuis? Wat doet u met arbeiders, in het Engels noemen we dat blue collars, in uw fabriek? Wat doet u met mensen in vrachtwagens die voor u rondrijden? Die mensen willen ook een digitale connectie met u als organisatie, maar u moet daar anderzijds niet het volwaardige, dure softwareabonnement betalen, dat u betaalt voor de werknemer die dag in dag uit achter zijn PC zit. En dan inderdaad gaan we naar Office 365 of Microsoft 365. En technisch gezien, praktisch gezien, heet elk vroeger Office 365 abonnement, heet vandaag Microsoft 365. De vraag die u zich moet stellen is, heb ik het juiste abonnement voor de juiste type werknemer? En een laatste manier om op een goede manier om met IT om te gaan en mogelijk geld te besparen, is aan uw IT-partner vragen toch regelmatig met u samen te zitten. Om te beginnen om advies te geven over de verschillende software-abonnementen die u heeft en of dat nog wel de juiste zijn. Om u te helpen met het implementeren van de juiste gebruikersprofielen, paswoorden, two-factor authentication enzovoort. Centraal beheer te gaan doen. U wil, als u zelf IT-capaciteit in huis heeft, doet u een aantal dingen zelf, maar zij kunnen over de schouder meekijken en op zeer gespecialiseerde taken overnemen of simpelweg op momenten wanneer uw IT-mensen niet beschikbaar zijn, toch kunnen overnemen waar nodig, wanneer zich een probleem aandient. Ik vraag ook altijd aan partners zoals de mensen van Christian om u ook een keer te helpen met het wat ik noem het simplifieren van horizontale businessprocessen. En ik heb het voorbeeld al even genoemd op een van de vorige slides. Vakantie aanvragen, het beheren van vakantiedagen, dat vakantie aanvragen, dat goedgekeurd te zien door de manager, dat dan naar het personeelsdienst moet gaan, die dat dan moet overtikken in een of andere applicatie die voor dan naar het sociaal secretariaat gaat. Ik denk dat dat simpeler kan. En als iedereen in uw organisatie op een of andere manier digitaal geconnecteerd is, dan heeft Christiaans ongetwijfeld voor u een applicatieke. Dat ze by the way ook maar, ik zou durven zeggen, ik ga het misschien oversimplifieren, maar dat ze eigenlijk ook maar één keer hebben moeten programmeren en dat voor elke klant hetzelfde kan zijn. Ik maak het een beetje te simpel. Er zijn verschillende soorten klanten met verschillende soorten regels enzovoort intern. Maar het eenvoudige proces van vakantie managen door een hele beslissingstraject is iets waar partijen als Christian absoluut mee kunnen helpen. En dan
Er zijn drie dingen die ik graag zou willen dat u onthoudt. En één daarvan is die Secure Score. Secure Score is eigenlijk een spiegel die we een organisatie voorhouden. En waar dat wij als Microsoft eigenlijk zeggen van kijk, u als organisatie, gezien uw grootte, u scoort volgens ons zoveel op uw security instellen. En ik ga dat heel even laten zien. Het is een gratis deel van Office 365. Dus als u Office 365 of beter gezegd vandaag Microsoft 365 heeft, dan heeft u Secure Score. En dat ziet er zo uit. Eigenlijk zeggen we aan een organisatie, u hebt in dit voorbeeld 227 punten op 747. En het gaat natuurlijk niet over de absolute punten. Die punten interesseren op zich niemand. Maar wat dat we wel willen kijken is, oké, we hebben dus een bepaalde score. En wat zijn de improvement actions? Wat zijn de dingen die we zouden kunnen verbeteren om die puntenscore naar boven te kijken? Niet voor de stomme punten, maar natuurlijk wel voor de beveiliging die dat met zich meebrengt. En dus we gaan u tips geven. Wat zou u kunnen doen om uw security posture te verhogen? En toevallig, het is natuurlijk niet toevallig, staat hier dat MFA, Multifactor Authentication, aanzetten, dat wel een keer uw puntenscore zou kunnen verhogen. En we tonen nu ook wat dat is, we leggen nu uit wat dat is en we zeggen nu ook waar dat u dat kan doen. Voor alle duidelijkheid, MFA, ik heb het al gezegd, is Multifactor Authentication, zit ingebakken in Office 365. Ik probeer u niks te verkopen. U heeft het MFA in uw Office 365 omgeving. U moet gewoon zorgen dat u het heeft aangezet. En de mensen van Christiaans kunnen u daarbij helpen. Dus ik nodig u absoluut uit om met de mensen van Christiaans een keer samen te zitten en te zeggen van oké, waar staan wij vandaag met onze security instelling? En vaak zal u vaststellen dat u die eenvoudig kunt verhogen, niet door technologie aan te kopen, want u heeft al heel veel dingen, maar door dingen beter te gaan instellen. En de mensen van Christiaans gaan er met plezier met u rond samen zitten. Nogmaals, niet omwille van die stomme punten, maar omwille van wat er achter die punten zit, namelijk we zijn als organisatie beter beveiligd. En die Secure Score is dus een gratis deel van Office 365. U heeft dat al. En dan kom ik bij mijn laatste slide, die zoals aangekondigd een beetje commercieel is. Er is één product en dat is het enige product waar ik u vandaag met een commerciële insteek over wil spreken. Dat is het product dat vroeger ATP noemde, Office 365 ATP, Advanced Threat Protection. Vandaag heet het beest Microsoft Defender for Office 365. Het is een add-on product, het kost $2 per gebruiker per maand. En wat het gaat doen, en ik leg het bewust uit voor een witte slide, want als ik drie slides nodig heb om het uit te leggen, hoe kan ik dan verwachten dat u het eenvoudig begrijpt? ATP, want ik blijf het zo noemen, ATP gaat eigenlijk uw organisatie beveiligen tegen phishing. Het gaat valideren dat mails die gestuurd worden niet alleen geen ransomware bevatten, want daar dient het antivirusproduct voor, maar ATP gaat kijken van waar komt die e-mail. Komt die vanuit een IP-adres dat wij kennen als zijnde een IP-adres uit Noord-Korea waar hackers actief zijn? Of gaat er bijvoorbeeld voor zorgen dat wanneer een e-mail als legitiem wordt beschouwd en dus proper wordt afgeleverd in de mailbox van de user, maar in die e-mail zit een link naar een website extern waar die eventueel wel kwaadaardige bedoelingen heeft, dan gaan wij elke keer dat die gebruiker op klikt, dus niet alleen op het moment dat die mail toekomt in de mailbox van de gebruiker, maar elke keer wanneer die gebruiker daarop klikt, gaan wij valideren of die link wijst naar een webadres dat veilig is. En waarom doen we dat elke keer? Ik geef u een klein geheimpje mee uit securityland. Wat doen die toch ook weer niet zo domme hackers? Die sturen een mail die er heel legitiem uitziet, met daarin een link die heel onschuldig is. Die wijst naar een website die wij op dat moment als perfect onschuldig valideren. En wanneer die mail dan is verstuurd, gaan ze een aantal uren later die webserver waarop die op dat moment legitieme pagina opstaat, gaan ze die webserver veranderen door een die wel kwaadaardige code bevat. Dus op het moment van het versturen van de e-mail is de e-mail perfect veilig, maar een paar uur daarna veranderen ze het doel, de link naar waar die wijst en zetten ze daar code op die wel probeert een gebruiker te overhalen zijn e-mail en paswoord in te geven. En dus daarom gaan wij niet enkel op het moment van toekomen van die e-mail kijken of die link kwaadaardig is. Maar we gaan elke keer, soms dagen daarna, wanneer de gebruiker er nog eens op klikt, gaan we die link valideren. En dat product heet dus ATP. En dat is de meest
belangrijke investering voor $2 per gebruiker per maand die u kan doen. Ik ken een partner, het is niet Christiaans, maar ik ken een partner die eigenlijk dat automatisch voorstelt aan elke klant aan wie hij Office 365, welk abonnement dan ook, voorstelt. En wanneer de klant zegt, ja nee, ik moet dat toch niet hebben, fijn, het is uiteindelijk uw keuze, maar dan laat die partner die klant een documentje tekenen, op zijn minst schriftelijk bevestigen van ik wil dit niet. Hè. Dat is wat dat uw reisbureau doet wanneer ze u een reis verkopen, dan stellen ze daar automatisch een annuleringsverzekering bij, zelfs wanneer u die niet gevraagd heeft. En dan kan u zeggen nee, ik wil het niet, maar dan hebt u die keuze gemaakt. Het is echt de beste beveiliging die u zich extra kan aanschaffen. ATP $2 per user per maand. Ik excuseer mij voor de commerciële pitch. Nu, wat is er goed aan dat product? Zelfs al zegt u van, misschien moet ik dat toch maar doen. Ik denk dat ik het begrepen heb, het is misschien toch wel veilig. Joepie, Christian zal blij zijn, u plaatst een extra bestelling. Maar dan nodig ik u uit om 6 maanden daarna aan Christiaans te vragen van, zeg, je hebt mij dat daar verkocht. Hè? Die Vianen van Microsoft heeft mij dat daar aangepraat op die webinar. Je hebt mij dat verkocht. Kun je mij nu een keer laten zien wat dat al heeft opgebracht? Het antwoord is ja, dat kunnen ze laten zien. Zij kunnen nu laten zien, in die voorbije 6 maanden dat die in ATP actief is geweest, hebben we zoveel keren de mail tegengehouden die malicious was? Of we hebben zoveel keren een mail die op dat moment niet malicious was, toch toegelaten tot de mailbox van de gebruiker, maar achteraf hebben we de verbruiker verhinderd om erop te klikken, want ondertussen was, dat, was het doel van die mail toch malicious, een mooi Engels woord, was die toch gevaarlijk geworden. ATP, het is het enige product dat je vandaag probeert te verkopen, want alle andere dingen die ik genoemd heb, zitten eigenlijk al standaard in het abonnement dat u waarschijnlijk vandaag heeft. Nu, Microsoft 365 Business bevat dus een heleboel van de dingen die ik vandaag besproken heb. Het bevat een antivirus, het bevat storage, het bevat die OneDrive, het bevat de e-mail provision, het bevat de device management, het managen van de toestellen, maar het bevat dus ook die ATP. Dus als u zegt van, ik denk dat ik toch die ATP moet nemen, ik besef dat ik daar een gevaar loop dat ik kan wegnemen door ATP te nemen. Wel, als u overweegt naar de Business Premium abonnement te gaan, dan zit het er al in. Voilà, dat waren mijn 10 tips om inderdaad veiliger, efficiënter en goedkoper mogelijk te kunnen werken. Met als laatste een commerciële pitch om inderdaad over te stappen naar het juiste Microsoft 365 abonnement en minimum ATP te overwegen. En ik geef nu terug het woord aan Wouter van Christiaans om een keer dieper in die producten te gaan duiken. Bedankt, Patrick. Als er nog vragen zouden zijn, dat in de Q&A-sectie. Patrick zal de vragen over zijn deel en commentaar beantwoorden terwijl Wouter de demo heeft. Ja. Achteraf behandelen we de overblijvende vragen nog luid op. En dan geef ik nu graag het woord aan Wouter. Oh, mag ik er een paar nemen? Hebben we de tijd om er een paar te nemen? Ja, doe maar. Ja, ik zie bijvoorbeeld één vraag. Iemand die vraagt, ja, maar mijn voetbalploeg gebruikt Google Drive. Hè. Het is niet mogelijk om Excel op te laden in Google Drive. Wel, ik ben natuurlijk geen Google Drive specialist, maar deze weet ik dan toch wel. Dus het is wel degelijk mogelijk om Excel op het bestand op te laden in een Google Drive. Maar om hem te openen zal je natuurlijk moeten Excel hebben op het toestel waarop je het wilt openen. Hè. En de rest van de vragen gaan we inderdaad best in de chat nemen om niet iedereen daarop te laten wachten. Dus Wouter, ga je gang. Ja, eventjes de damping opheffen natuurlijk. Goed, dank u wel Patrick en Jurie en goedemiddag iedereen. Ik ga er direct even invliegen, maar we gaan natuurlijk beginnen met mijn scherm te delen. Zo. En dan, als het goed is, zou je deze nu moeten te zien krijgen. Ja. Dus Patrick heeft daarnet zijn 9+1 tips gebracht. En hierbij had ik graag aan de hand van enkele demo's, enkele zaken, wat kracht bijgezet. Patrick had het inderdaad over verouderde besturingssystemen. En jazeker. Zeker in productieomgevingen kunnen we Windows 7's, als ook zelfs nog het antieke XP, meer dan ons lief is, terugvinden.
En wat security betreft, mag je deze als een gevaar beschouwen. Maar weet dat ik in het laatste jaar ook nog een nieuwe machine weten installeren heb en deze was voorzien van een gloednieuwe XP. Bij navraag bij de leverancier was dit de enige optie die ze aanboden. Dus om dit dan af te schermen van de rest, hebben we dan aanpassingen op netwerkniveau moeten doen. Security is gewoonlijk ook een afweging die moet gemaakt worden tegenover langs de ene kant gebruiksgemak en langs de andere kant de kosten-baten. En tussen haakjes, het probleem bij security is dat de baten niet opvallen. Bijna niemand ligt wakker van een aanval die tegengehouden werd. Maar eenmaal je in het beste geval een dag niets kan doen met al je computers, beginnen die kosten plots wel minder zwaar door te wegen. Neem nu bijvoorbeeld een firewall. Voor velen niet meer dan een dure doos. Maar als ik er dus hier eentje bij haal, dan ziet u wel dat deze constant bezig is met zaken tegen te houden. Hier bij intrusion preventions zie je wat hij sinds opstart al allemaal geblokkeerd heeft. Als ik dan ook meer gedetailleerd ga gaan kijken van wat heeft hij precies gedaan, dan zie ik voor de laatste 14 dagen dat hij dus wel effectief zijn nut bewezen heeft. We weten dat security ook geld kost. En dat is niet anders dan wanneer je thuis een alarm of camera's laat installeren. Je maakt het gewoonweg moeilijker voor de inbrekers. Vraag je aan een hacker of hij in 10 minuten een systeem kan kraken, dan is het antwoord ja, op voorwaarde dat hij mag kiezen welk systeem hij aanvalt. We hebben dus een expert nodig die het de inbrekers moeilijk kan maken. Een partner die snel op de hoogte is en deze nieuwe dreigingen kan snel en efficiënt tegengaan. En hiervoor is natuurlijk Microsoft ideaal geplaatst. Naast hun Azure en ook het Xbox-netwerk, een van de grootste en bijgevolg ook een van de meest aangevallen wereldwijde netwerken. Nu, die netwerken zijn zo complex en moeten zo snel voorzien worden van fixes. Neem nu bijvoorbeeld een gamer die plotseling niet meer aan zijn netwerk kan, dan zal u het wel geweten hebben. Met andere woorden, Microsoft heeft een overzicht van wat er zich online afspeelt, als ook de middelen om dit snel en efficiënt op te vangen. En wij hebben ook het geluk dat die zaken ongeveer allemaal in dezelfde portals of in dezelfde look and feel zit, zodat dit naar beheer toe, maar ook naar licenties toe, in ons voordeel is. We stockeren bijvoorbeeld al de mails in hun cloud, waar we dan ook nog de anti-spam aan toevoegen, als ook de toegangscontrole en bij uitbreiding eigenlijk alles wat online security is. Of het nu over SharePoint en Teams gaat, of over Azure servers en Outlook. De Microsoft 365 Business Premium licenties die Patrick al aanhaalde, omvatten dan ook al deze componenten. Dus de mailbox, de laatste Office, Advanced Threat Protection, als ook Azure AD Premium Plan 1. En dit dan nog eens in een voordelig pakket. Als ik er dan even over de paswoord, twee-factor authenticatie en hello het een en het ander mag tonen, dan breng ik u naar hier. Wanneer we het hebben over authenticatie, dan komen we gewoonlijk de drie pijlers voor authenticatie tegen. En die bestaan uit iets die je weet, zoals een wachtwoord, iets die je hebt, zoals een smartphone, en iets die je bent, zoals een vingerafdruk. Ik haal er even mijn smartphone bij. Zo. Dan ziet u wel dat ik hier de Microsoft Authenticator app erop geïnstalleerd heb. Langs de andere kant neem ik er dan een server bij die extern staat aan het netwerk van Christiaans. En dan kan ik u even tonen hoe storend het inloggen is aan de hand van Office 365 en multifactor authenticatie. Ik log u dus in met mijn gebruikersnaam. Ik geef vervolgens iets op die ik weet, in de veronderstelling dat ik dit natuurlijk juist typ. En als ik hier dan op aanmelden klik,
dan wordt via mijn smartphone een melding gestuurd. Als ik deze er even bij haal, is het niet meer dan dit. En dan goedkeuren. Dit is dus op iets die ik heb. U ziet nu een zwart scherm. Security is ook aanwezig op uw smartphone. Er wordt mij nu gevraagd aan de hand van mijn vingerafdruk, dus iets die ik ben, dit goed te keuren. U zal dan ook zien dat ik hier via office.com door kan. En dan ben ik dus extern aan het netwerk ingelogd op office.com. Wat wij ook kunnen doen, is wel met een kleine uitbreiding langs de kant van uw servers, is inloggen op een RDP-server. En dan ook hier terug inloggen met mijn wachtwoord. En dan zal u zien dat ik op dezelfde manier via de multifactor authentificatie van Office 365 de melding krijg om dit goed te keuren. Ik keur goed en dan nog even mijn vingerafdruk. En dan zal u zien dat hij de verbinding doorgaat. Dit is dus zonder VPN en maakt gebruik van een remote desktop gateway. Nu, wil ik dit voor mensen intern aan de firma juist gebruiksvriendelijker maken, dan kan vanaf Microsoft 365 Business Premium, wel niet de business standaard, conditional access ingesteld worden. Dit wil zeggen, als ik intern aan het netwerk inlog, dus op bureau ben en naar office.com ga, ik geen multifactor authentificatie hoef te doen. We stellen dit alles in via de Azure portal. Als we hier eigenlijk zoeken naar conditional access of voorwaardelijke toegang afhankelijk van uw taalinstellingen, dan vindt u de regels terug die wij daarvoor ingesteld hebben. Zo'n regel is gewoon een nieuwe policy die we voorzien van een naam. En dan beslissen we van wie toegang mag hebben, bijvoorbeeld alle gebruikers, of op wie dat de policy slaat, beter gezegd. In dit geval ga ik eentje maken voor alle gebruikers, behalve misschien dan mensen die lid zijn van de groep globale administrators. Zo. En dan stel ik ook even in dat dit van toepassing is, bijvoorbeeld enkel voor office.com. Zo, selecteren natuurlijk. En dan bij condities kunnen we dan nog verder specificeren. Bijvoorbeeld, ik kan een policy maken die enkel van toepassing is op mobile devices. Ik kan zeggen dat deze van toepassing is op bijvoorbeeld Android, iOS en Windows Phone. Eventueel ook met exclusions werken. Ik weet nu wel niet of dat Windows Phone nog bestaat, maar voor mensen die er toch nog eentje liggen hebben, u kan daar dus ook speciaal zaken op blokkeren of juist toestaan. En dan locaties. Dat is dan waar we ingesteld hebben dat vanaf het Christiaans netwerk die MFA niet nodig is. Zoals hier selected locations en dan stellen we in aan de hand van one IP's. Vandaar mag het, vanaf daar hoeft het niet. Client apps dan ook, kan dan ook een onderscheid maken tussen legacy clients, zoals bijvoorbeeld POP, IMAP en SMTP, of de modernere authenticaties zoals uBrowser. Nu, let wel, voor mensen die nog met Office 365 E3 licenties werken, dus geen Microsoft 365 E3's, jullie kunnen wel MFA aanzetten, maar hebben geen conditional access. Daarvoor moet je ofwel het Azure Premium Plan 1 extra nemen of overgaan naar Microsoft 365 E3 of Microsoft 365 Business Premium. Patrick had het daarnet ook al even over de Secure Score. En deze gaat u dus op basis van een berekening voorstellen doen van waar er instellingen kunnen verstrengd worden. Nu, wel zijn er enkele verbeteringen afhankelijk van het extra Azure Premium Plan 2 abonnement, die bijvoorbeeld bij
extra MFA-bevestiging zal vragen bij verdachte handelingen. Zoals mocht u veelvuldig inlogpogingen opmerken in een korte periode, kan het zijn dat hij toch zegt van ik ga daar nog eens MFA vragen. De meeste van al deze acties binnen de Secure Score worden wel op een klant-per-klant basis bekeken. Nu, hoe ziet dat eruit? Dit is de moderne look and feel van die portal, waar we dus langs de ene kant de huidige score van het systeem zien, ook hoe de score het tegenover andere gelijkaardige organisaties doet, en dan hier de mogelijke voorstellen. Neem hier nu die Turn on User Risk Policy en Turn on Sign in Risk Policy. Deze beide zijn onderdeel van Azure Premium Plan 2. Als ik dan vlug overga naar de Advanced Threat Protection, ATP, dan ging je inderdaad bij Christiaans deze altijd voorgesteld krijgen. Zowel bij uw Exchange Online abonnementen als bij uw Office 365 E3's. Sinds kort is deze dus een onderdeel van het Microsoft Business Premium abonnement en dat is momenteel ook ons meest voorgestelde abonnement. Voor mensen die naar Microsoft 365 E3 zouden gaan, is het wel nog steeds een extra licentie. Maar waarom zou je nu inzetten met Advanced Threat Protection? Ik haal er even een voorbeeldje bij. Wij hebben een filmpje van Kevin Mitnick. Dat is een prominent op het gebied van security en hacking. En deze persoon heeft een demo gemaakt die wij wat verknipt hebben. Hier ziet u nu bijvoorbeeld een Office 365 mailbox, voorzien van allerhande mailtjes. En langs de andere kant hebben we een website van iemand die deze mailbox gaat aanvallen. Dus hier ziet u als wie wij ons zogezegd voordoen. Er wordt wat gegevens ingevuld, als ook wie we aanvallen en eventueel de naam. Rechtsbovenaan zal u zien dat hij na het klikken op create dat mailtje verstuurt. En zoals mail gewoonlijk doet, komt hij dan ook aan in de mailbox van Kevin. Deze mail open doen is op zich geen probleem. En u ziet, deze is voorzien van wat logotjes, als ook de waarden die daarnet opgegeven geweest zijn. Het gevaar zit hem natuurlijk bij het klikken op de link en wat erop volgt. Wanneer Kevin op deze link klikt, dan ziet u dat toegang gevraagd wordt. Als ook hier de instinker welke rechten dit vraagt. Hier van boven ziet u dat het duidelijk geen Microsoft is, maar iets anders. Op het moment dat onze Kevin hier op acceptering klikt, is het hek van de dam. En dan gaat u zien langs de portal langs waar hij aangevallen heeft, welke toegangen hij gegeven heeft. Toegang tot contacten, e-mails, het verzenden als. Merk ook de OneDrive storage toegang op en de aanval van ransomware. Dus hier toont hij even de toegang tot de mails. U merkt alvast hier bovenaan de anti-spam pro-mail die verstuurd wordt. En dan gaat hij even een aanval uitvoeren met een cryptolocker. U ziet dat die mailbox één voor één elke mail overloopt en encrypteert. En zoals gewoonlijk bij zo'n aanvallen is nog een mailtje met wat uitleg erbij. En hoe u zogezegd via die mensen terug toegang kunt krijgen tot uw mailbox. In dit geval wordt in bitcoins $300 gevraagd. Nu, via Advanced Threat Protection worden er gelukkig wel al veel van deze tegengehouden. Gewoonlijk krijg ik dan melding van de klant dat als ze op zo'n link geklikt hebben, dat er enkel maar een wit scherm te zien was. Standaard staat anti-malware en anti-spam dan ook aan bij, vanuit Microsoft uit, anti-spam en anti-malware. En wij bij Christiaans voorzien ook al onze klanten van anti-phishing, safe attachments en safe links. Dat is een bewerking die altijd moet uitgevoerd worden. Nu, wat doen die safe links en safe attachments? Die gaan eigenlijk in wat wij een sandbox noemen, elke link en elke bijlage open doen en kijken van wat gebeurt er mee als ik hierop klikt. Dus Microsoft analyseert die en stuurt die pas daarna door.
hoe ziet dit er dan uit? Zo'n mail ziet er als volgt uit. Dit was een mailtje van Telinet en hier ziet u telinet.be die omgezet geweest is door of door de Safe Links Protection gehaald geweest is. En zoals u dus gezien hebt, kan het vlug gebeurd zijn. Medewerkers, maar ook eigenaars, want hun e-mailadressen zijn gewoonlijk vlugger terug te vinden op het net, staan best even stil bij welke mails ze openklikken. Neem nu onderschepte mails, waarvan rekeningnummers gewijzigd worden, worden door bijvoorbeeld door anti-spamsystemen ook niet onderschept. Dus als je per ongeluk toegang gegeven hebt, ga je dit best zo snel mogelijk melden, het grote gevaar zit hem dan natuurlijk nadien, één keer dat er bedragen naar rekeningen gestuurd worden. Opleiding naar eindgebruikers toe is dan zeker ook niet misplaatst als het over security gaat. En voor mensen die dan toch de pech hebben van een cryptolocker binnen te gehad hebben, dan moet u terugvallen op het enige wat u nog hebt en dat is backup. Gelukkig hebben we bij office.com en dan meer bepaald OneDrive ook nog de mogelijkheid om terug te keren naar versiegeschiedenissen. Nu, voor mensen die al onze inleidingen tot Microsoft 365, die recent gegeven geweest zijn, meegevolgd hebben, een korte herhaling. Die webinars zijn trouwens ook nog steeds ter beschikking en u kan deze ook bij ons opvragen. Als ik hier even een document erbij neem, dan kan u dus zien dat zowel internen als externen met dit document werken. Hier ziet u dus meerdere studenten, als ook hier het externe Gmail-account. Stel dat ik niet akkoord ben met de wijziging die dan gebeurd is, kan ik via de drie puntjes kiezen op herstellen en dan zal een nieuwe versie gemaakt worden, dus versie 12. De oudere versies gaan niet weg en blijven dus bewaard. En zoals Patrick reeds getoond heeft, het delen is simpelweg klikken en dan hier met wie u wilt delen. Let er wel op, u past best dit aan wanneer u naar externe personen wilt sturen. De initiële opstelling is dat hij het binnen de firma houdt. En mocht hier toch nog iets malafiet opgebeurd zijn, dan kunt u natuurlijk ook nog altijd kiezen om uw Office 365 omgeving volledig lokaal op te slaan door middel van backups. Daarvoor vallen wij bij Christiaans altijd terug op VM voor Microsoft Office 365, die ons in staat brengt van, als ik hier even rechts op klik, zowel de laatste Exchange, SharePoint als OneDrive status mee te nemen. SharePoint heeft ook de Teams mee. Neem ik hier nu bijvoorbeeld een SharePoint backup die genomen geweest is, dan zal u zien dat wanneer deze ingeladen is, ik toegang heb tot de volledige SharePoint en Teams tenant die achter in dit geval Christiaans zit. Zo, en dan neem ik hier bijvoorbeeld Modern Workplace bij. En dan ziet u dat ik toegang heb tot de content van deze site, tot de pagina's en dat ik deze op deze manier kan restoren. Dus ja, security is zoals een inbraakbeveiliging bij u thuis. Bent u 100% beschermd? Nee. Maar je maakt het de inbrekers wel moeilijker. Gelukkig zijn de meeste aanvallen automatisaties en niet op ons persoonlijk gericht. Dit maakt ze gemakkelijker te onderscheppen, omdat ze ook in bulk verstuurd worden. Standaard wordt vanuit Microsoft dan ook al redelijk veel ter beschikking gesteld en wij bij Christiaans kijken dan om de puntjes op de i te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat we niet nog eens kunnen samenzetten om te kijken wat we nog kunnen aanpassen, zeker naar multifactor authentificatie toe. Het advies van Microsoft, die ook terug te vinden is in die secure score, is ook dat wachtwoorden juist niet meer veranderen. We weten allemaal dat bij veranderlijke wachtwoorden we het cijfertje achteraan plus 1 doen. Dus de advies is voorzie multifactor authentificatie.
Spreek ons hier dus gerust over aan en dan geef ik het woord terug aan jullie. Bedankt, Wouter. Mij rest er niet veel te vertellen, buiten dat we dan overgaan naar de Q&A-sectie. Ik weet niet of dat Patrick nog vragen eerst wil behandelen voordat Wouter de zijne doet. Nee, ik denk dat de meeste zijn behandeld. Oké. Okay. Betrekking had, laat me zo zeggen. Dan geef ik het woord aan Wouter. Ja, voor de persoon die zegt, koop een MacBook of iMac, ja, elk zijn ding, zou ik zeggen. Nu, als ik even door de vragen ga. En Lisette zegt inderdaad, gebruikt u synchronisatie voor OneDrive? Ja, u kan oftewel proberen via die versiegeschiedenis, zoals op het einde getoond. Maar wij raden toch wel altijd inderdaad het VM voor Office 365 pakket aan. Ja, ik weet niet, als er nog vragen zijn, stel gerust. Het moest natuurlijk ook allemaal een beetje snel gaan. En het is ondertussen ook al 12:00, dus de magen gaan beginnen grommen. Ik zou zeggen, we geven het nog eventjes. En hebt u toch nog een vraag die u plots te binnen schiet, dan hebben we natuurlijk onze modern workplace at christians.net. Of u kan ons wel terugvinden. Ik weet niet of dat Juri... Nee, goed. Misschien nog eventjes. Dan denk ik dat het webinar zo goed als ten einde is. En dan ga ik nog Patrick bedanken voor zijn aanwezigheid. En voor zijn levendige uitleg. En natuurlijk nog een fijne werkdag.